Welkom terug en leuk dat je weer kijkt bij uiteraard een nieuwe review. Anders kijk je niet naar een nieuwe review. That's it. Het is vandaag, en ik heb hier ook echt mee gewacht, het is vandaag 5 december. Sint Nicolaas, pakjesavond, Zwarte Piet, vooral Zwarte Piet. En ik zocht het biertje al en ik had deze al van Sinterklaas gehad. En ik ben heel erg benieuwd naar het bier. Ik zocht hem al, maar de Sint was mij niet vergeten en schonk mij dit bier. En hij zei nog net niet, hallo Remy, wil jij dit bier voor mij reviewen? Natuurlijk Sint, gaan we doen. Mooi biertje, althans hoop ik. Hoop, brouwerij Hoop. Ah, mooi, mooi. Het is, van wat ik al zei, van Brouwerij Hoop, de Zaanse Schoen. Check. Allereerst het etiket. Hey, ik noem het gewoon eigenlijk eventjes Sinterklaasbier. Supermooi. Als je goed kijkt, zie je ook de Zaan op de achtergrond. Met de molens. En uiteraard ons goed heilig man. In een... Ja, wat is het? Klompen die in een of andere chocoladezaan aan het drijven is of iets. Er staat ook bij, koop dit in plaats van een chocoladelette of port. Oké, okay. Eens kijken wat er allemaal op staat. Er staat een hoop op. Hij heeft in ieder geval ook iets gewonnen. Hier staat van het Dutch Beer Challenge, Certificate of Excellence 2018. Check. Even kijken, waar staat hij? Hier. Nou, ziet er goed uit. En dit vind ik mooi, hè? Dit vind ik mooi. Dit maakt me echt dat extra toevoegingje. Let op. Hoop dat je me drinkt voor... Ik hoop dat je het kan zien. Ik hoop dat je me drinkt voor 5 december 2019. Het is vandaag 5 december 2018. En uiteraard gaan wij de review. Alcoholpercentage 6%. Excuus. Er staat ook nog een stukje tekst op. Sint komt ieder jaar weer aan. En dit keer via de Zaanse Zaan. Mooi. Rijdt hij door naar de schans voor zijn grote schare fans. Iedereen zet meteen zijn schoen. Moet papa's dit jaar zeker doen. Gelukt. Dit cadeau past iedere stoere man. Hij wordt er geheid vrolijk van. Dus wees braaf en vraag de Sint naar zijn vloeibare chocoladevriend. Mooi, mooi, mooi. Het is misschien wel het mooiste rijmpje, versje wat ik dit jaar gehoord heb. Mooi. Het is een chocolate porter. Staat ook bij chocolate porter speciaal van Sint Bier. Met cacao nips van de euforij, sorry. We zijn al 4 minuten aan het lullen. Laten we ze nou openmaken. Bam. Dus ik ben erg benieuwd naar dit bier. Oeh. Ik ruik hem nu al, mensen. Here we go. Ja, en Brouwerij Hoop zit in Zaandijk volgens mij. En ja, ik ben binnenkort is daar ook een bierista rondleiding. Dus hopelijk, als ik tijd heb, krijg, wat dan ook, dan hoop ik daar wel bij aanwezig te zijn. Want ja, ik wil eigenlijk ook wel een keer die gasten een keer in het echt zien. Het ziet er al super goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Check. Super compacte schuimkraag. Ja, grote schuimkraag, dat wel. Mooie mokka-achtige kleur. Check. En echt zo zwart als wat. Ik heb nieuwe lampen. Dat kon je wel zien. Ik heb ook even de gordijnen dicht. Anders denken ze dat daar een of andere... iemand onder een zonnebank ligt of wat dan ook. Dus ja, en dat is natuurlijk ook... Ja, Sinterklaasavond. Gordijntjes dicht. Cozy. Gewoon cozy. We gaan hem ruiken. Here we go. Wauw, ruikt goed. Inderdaad, cacao echt maximaal.
Koffie komt ook heel goed terug. Ja, chocola. En dan moet je denken aan meer melkchocola-achtig. Ruikt goed. Ruikt echt als een goede porter. Met 6%. Daar sta ik wel van te kijken. Het is vrij licht, maar dat zegt niks over de smaak. Ik ga hem proeven. De Zaanse schoen van Brouwerij Hoop. Proost. Wauw. Heerlijk avondje is gekomen. Avondje van Bieke Conrad. En zijn kinderen. En zo, ja, maar niet. Ik heb natuurlijk wel van tevoren opgenomen. Hè, want ja, ik kan natuurlijk niet maken op 5 december dat ik dan nu, als het, ik kan niet, pakjesavond. Dus dit is al eerder, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Jij ziet het nu. Je snapt. Maakt niet uit. Zeer fijne porter. Vol van smaak. Echt een extreme chocola boost. Cacao uiteraard. Maar ook zeker koffie komt ook redelijk goed terug. Geroosterde mout. Wauw, hij is echt super vol. Echt super vol. 6%. En ik hoor je misschien denken, ja Remy, 6%. Tuurlijk is hij vol. Dat kan toch? Kijk, normaal denk ik aan blubberdikke jetsers. Blubberdikke jetsers zijn vaak, weet je wel, tegen de 10% zoiets. Ik moet zeggen, deze van 6% smaakt echt mega vol. Het is eigenlijk gewoon een gesmolten chocoladereep. Heerlijk. Ik moet zeggen, top. In de categorie, waar heb je deze vandaan? Van de Sint. Van de Sint. Gewoon van de Sint. En Piet, hè. En zijn Pieten. Voor hoeveel? Weet ik niet wat de Sint ervoor betaald heeft. Weet ik eigenlijk. Ja, excuus. Ja, cadeau. Cadeau van de Sint. Nogmaals. Als ik hem eens even moet geven. Dit bier. Hij krijgt van mij een 8. Ik moet zeggen voor... ja, ik ga het toch weer doen. 6% alcohol. Zo vol. Echt romig. Extreem veel chocola. Koffie komt goed terug. Echt een hele goede porter. Dus voor mij een 8 waardig. Dus Brouwerij Hoop. Top gebrouwen weer. Ja, en ik vind het gewoon machtig mooi. Bier, Sinterklaas bier. Prachtig. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Ik wil iedereen die kijkt een hele fijne Sinterklaas wensen. Uiteraard fijne pakjesavond. Mocht jij daar nog aan meedoen, geniet er gewoon van. En dan gaan we daarna op naar de kerst. Wordt een mooie maand deze december. Bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende keer. Cheers.